woon nu 20 jaar in deze buurt. 20 plus. En voel jij je thuis in deze buurt? Ik voel me heel erg thuis in deze buurt. Ik ben een Amsterdammer en dit is de buurt waar ik me het meeste thuis voel in heel Amsterdam. Hoe thuis voel jij je in de buurt? Ja, heel thuis. Hè. Ik vind het heel prettig om hier te wonen. En hoe komt dat? Dat komt omdat ik hier natuurlijk ook een geschiedenis heb. Dus ik heb mijn kinderen gekregen hier. Gezellig, lekker met de buren op een bankje. Ja, inderdaad. Nou ken ik deze buurman al heel lang eigenlijk. 15 jaar of zo. En het was echt heel erg leuk dat ik hier die woning kreeg, zeg maar. Bij de Palmentuin en een van de mooiste plekjes. En hij woont hier op de Jacob Katskade. Het is hier ontzettend divers, dat is het eigenlijk. Ik kom allerlei soorten mensen tegen, allerlei plumage, kleuren, soorten. En het is een hele solidaire, sociale buurt, zou ik willen zeggen. Ik vind het top, al ligt het natuurlijk ook aan jezelf. Hè? Het zijn ook allemaal sterke individuen, veel creatieve mensen, maar ook veel sociaal betrokken mensen. Het is natuurlijk van oudsher een krakersbuurt. Hè? Dus, ja, dat gevoel heb ik ook dat iedereen er hier iets van probeert te maken met elkaar. Hè? Je moet zelf natuurlijk in het leven de slingers ophangen, wat mijn vriend altijd zegt. En zelf het feestje bouwen. Ja, zelf het feestje bouwen. En dat kan eigenlijk overal wel natuurlijk. Maar ik vind het een hele prettige buurt. Ja, want ik hoor wel eens mensen zeggen, hier lig je niet 10 jaar dood achter je brievenbus. Nee. Zoals in andere buurten, hè Annemarie? Niet. Wij zijn heel sociaal hier. Nee, ik voel me hier heel veilig. Ook gewoon in deze buurt.